En welkom op de donderdag met een project bij Teddy B. Nou, je ziet het. Voor mij ligt een ontzettend mooie uh, verzameling aan infusible ink-producten van Cricut. En uh, dit product hebben we eerder al een keer voorbij zien komen op het moment dat ik jullie liet zien dat ik het had. En dan hebben we het al over een paar maanden geleden. Toen was het net uitgekomen in Amerika. Alleen daarna hebben jullie dit niet meer voorbij zien komen op mijn kanaal. En daar is een hele makkelijke reden voor. Het was namelijk nog niet verkrijgbaar in Europa. En ik wilde jullie niet lekker maken met iets waar ik leuke dingen mee aan het maken ben, maar waar jullie nog niet aan kunnen komen. Dat zou jammer zijn. Dus het goede nieuws van deze video is: per 1 januari is dit materiaal verkrijgbaar in Europa en dus ook in Nederland. Je retailers kunnen het op dat moment bestellen allemaal bij de distributeur. Dus zorg ervoor dat je ze alvast spamt dat je dit alvast wil hebben en dat ze weten hoe wat en waar. Ik heb hier een aantal producten voor me liggen. De sheets, de pennen en een aantal blanks, dus materialen waar we dit op kunnen gaan zetten. En gedurende december ga ik hier een aantal projecten mee maken op de donderdag, zodat jullie kunnen zien wat nou precies dit product is, hoe het werkt, wat je ermee kunt, wat die blanks nou precies zijn, hoe dat zit met die pennen, etcetera, etc. Vandaag gaan we starten met het allereerste project daarmee. Ik ga een coaster maken. Een uh, coaster die Cricut ook aanlevert, die geschikt is voor dit materiaal. En ik ga daarbij Infusible Ink gebruiken en wel te verstaan dit patroon. We gaan in dit geval even overschakelen dus naar Design Space, waar ik als eerste de vorm neer ga zetten om dit te snijden. En daarbij is het handig om te zien dat deze coaster, uh, dit zijn vier stuks met een kurk ondergrond. En op de achtergrond staat de maat al genoemd. Hij is in dit geval 3,75 inch bij 3,75 inch. Oftewel een in centimeter 9,5 bij 9,5 centimeter. En die maat onthouden we even, want die gaan we dus op de mat zetten. Ik ga ze op de achtergrond even uitpakken. En we schakelen over naar Design Space, zodat we daar kunnen gaan kijken hoe we dit kunnen ontwerpen. Nou, in Design Space aangekomen is het eigenlijk heel erg eenvoudig. In projecten staan sowieso een aantal kant-en-klare projecten al klaar. En in dit geval ga ik werken met de coasters, de onderzetters. Dus als ik daarop zoek in projecten, dan komen er wat voorbeelden al naar boven. En deze projecten kun je dus zelf maken, zonder dat je hier eigenlijk iets voor hoeft te doen. Nou, Cricket heeft twee verschillende soorten onderzetters. Ronde van keramiek en deze vierkanten van Kurk, zoals ik die vandaag ook ga gebruiken. En als ik daar even een voorbeeldje bij pak, bijvoorbeeld deze, om even de foto uh, daarbij te kunnen laten zien, dan zie je vier superleuke onderzetters waar je dus met Infusible inkt van alles op kunt maken. Nou, ik vind dit er dus onwijs leuk uitzien. En dit zijn gewoon simpele ontwerpen die kant en klaar klaar staan. Je kunt ook uh, tekenen op de onderzetters. Um, dit ontwerp bij wijze van spreken, die gaan jullie absoluut nog voorbij zien komen in een toekomstig project, want ik kan niet wachten om deze te maken. Ik zit hier al een aantal maanden naar te kijken. Dit wordt namelijk geschreven met de Infusible Ink pennen. Dit ontwerp schrijf je op normaal laserprintpapier met die pen en vervolgens kun je dit op een onderzetter zetten. Superleuk! Maar vandaag ga ik dus gewoon voor de vierkante onderzetter. En um, dat is eigenlijk heel erg makkelijk als ik naar mijn canvas ga. Want ik weet dus dat die onderzetter 9,5 bij 9,5 is. Dus het enige wat ik nu hoef te doen is een vierkant te pakken. En dat vierkant geef ik als afmeting 9,5. En that's it. Dan is die klaar. Want dit stuk gaat hij namelijk snijden uit mijn infusible ink. En in dit geval het patroon wat ik gekozen heb. Is dus een vel infusible inkt, waar dat patroon al helemaal in verweven zit. En ik hoef dus verder niks te doen. Dus ik ga in dit geval nu gewoon naar maak het. Ik ga hem ook gewoon op deze plek laten snijden op de mat. Dat is geen probleem. Ik ga naar verder gaan. Nou, ik moet even de machine gaan verbinden. Dat doe ik met Bluetooth. En zodra die verbonden is, kan ik het materiaal gaan instellen. Nou, Infusible Ink staat er bij mij nog niet standaard in, dus daar gaan we eens even naar zoeken. Blader door alle materialen en dan kies ik voor Infusible. Ik zoek en dan komt hij meteen naar boven. Infusible Ink Transfer Sheet. Ik ga hem meteen in mijn favorieten zetten door op dit sterretje te klikken. En vervolgens selecteer ik hem meteen en klik ik op klaar. Nou, de machine weet dus nu precies welke instelling hij gaat gebruiken om dit materiaal te snijden. Ik kan nog eventueel wel meer of minder druk geven, maar dat ga ik in dit geval niet doen. En hij waarschu waarschuwt mij ook automatisch dat ik een uh, mirror aan moet zetten, hè? dus de spiegelfunctie. Want dit werkt net zoals bij normaal Iron materiaal. Je moet het spiegelen. Nou, in dit geval maak ik gebruik van puur een vierkant. Er staat geen tekst in, dus ik sla dat in dit geval over. Um, ik hou hier zelf altijd rekening mee, omdat ik mezelf hier een aantal keer mee in de vingers heb gesneden. Mocht het nou een aantal keer misgegaan zijn bij je, je hebt moeite om dit te onthouden, zet dan gewoon altijd, als je deze waarschuwing ziet, altijd spiegelen aan, ongeacht dat de tekst in voorkomt ja of nee. Nou, hij vertelt mij ook, ik heb geen klem of geen tool nodig in klem E. In klem B gebruik ik het gewoon een normale fine-point blade en ik kan mijn mat gaan laden. Voor ik dat ga doen, ga ik nog even terug uh, naar mijn bureaublad zodat jullie even kunnen kijken hoe dat materiaal er nou precies uitziet uh, voordat we het gaan bewerken. Nou, daar zijn we nog even terug. Um, ik wilde jullie nog even het materiaal laten zien. Dit is een van de verpakkingen van Infusible Ink. En in dit geval is dit een verpakking met twee sheets materiaal daarin. En dat zie ik doordat hierboven. Die twee kleuren aangegeven worden. In dit geval is dit een sheet met een effe kleur groen en een sheet met dit patroon van bladeren erop. En deze kant kun je het wat beter zien. En deze kleuren en dit patroon is dus ook waarheidsgetrouw. Zo gaat het eruit komen te zien. Nou, in die uh, uh, verpakking zit niet alleen uh, dus van ieder vel een kleur, maar in die verpakking zit dan ook een vel butcherpapier. En dat is dit: papier hebben we namelijk nodig om over het materiaal heen te leggen als we dit gaan gebruiken. Butcherpapier is niet iets wat je kunt vertalen naar um, bakpapier of speciaal vriezerpapier. Dat heeft namelijk bepaalde coatings. Butcherpapier is iets wat in Nederland eigenlijk niet standaard verkrijgbaar is. Het is een soort uh, papier waarmee de slager vlees verpakt. En dat wordt in Nederland eigenlijk niet meer op die manier gebruikt. Je kunt dit online wel bestellen, maar dit is niet nodig, want in iedere verpakking wordt dit automatisch meegeleverd. Je hoeft dit dus niet los aan te schaffen. Dus hou daar rekening mee, dat je dat dus niet hoeft te kopen zelf. Het zit er allemaal bij in. Nou, de materialen die erin zitten, zijn verpakt in een zwarte, licht en luchtdichte zak. Die kun je openmaken, haal je de sheets gewoon uit. Zorg er wel voor, belangrijke tip: dat je handen schoon zijn en ook zoveel mogelijk vetvrij en droog. Dus op het moment dat jij nou iemand bent die last heeft um, last heeft van zweethanden, bij wijze van spreken, of een beetje vettige vingers. Zorg dan van dat je even latex handschoentjes aantrekt voordat je dit materiaal gaat verwerken. Want die vetvlekken trekken namelijk op je materiaal. Dat zie je zelf niet, maar dat zie je pas nadat je het aangebracht hebt. En dat is in sommige ontwerpen gewoon zonde, omdat het dan een beetje een wazige vlek wordt. Dus, nogmaals, twee sheets per verpakking, boetje papier zit ingesloten en je ziet welke kleuren op de buitenkant staan. Ook staan aan de zijkanten uh, instructies hoe je dit moet gaan verwerken, of op welke website je het kunt vinden. Er staat ook bij dat dit dus he, door hitte geactiveerd wordt. Het moet 205 graden Celsius worden. Nou, daar hebben we onze fantastische EasyPress voor. En ze geven ook aan: he, uh, volg de instructies op infusibleink.com. Of in dit geval in de Heat Guide instructies. instructies. We gaan nog even de andere verpakking erbij pakken. Want ik wil jullie nog even laten zien dat de verpakkingen ook komen in enkele kleuren. Dus dan heb je in dit geval een verpakking met hierbij uh, één kleur. Dat is dus deze kleur blauw in dit geval. En daar zitten dan twee vellen van 12 bij 12 inch in. En je hebt ook verpakkingen, daar zitten vier kleuren in. Dus dat zijn deze vier kleuren die hier genoemd worden. Een beetje een effige, paarsige streep, een zeemurmindenprint en deze. En op de het moment dat je hem draait, dan zie je ook meer van die print. Want het loopt dus door in welke kleur het is zodat je er een goed beeld van kunt vormen wat het is. En in deze verpakking met 4 zitten er dus ook 4 sheets van 12 bij 12 inch. Dus je kunt zelf kiezen welke je zou willen. Dus je kunt voor 4, je kunt voor 2 of je kunt voor één kleur gaan. En op die manier kun je dus zelf eenvoudig je ontwerp samenstellen. Nou, ik laat er hier nu drie zien, maar er komen er uiteraard veel meer beschikbaar. Er zijn heel veel verschillende patronen. Er zijn heel veel verschillende uh, uh, samplers, uh, he, patronen die dus heel mooi bij elkaar matchen. Want alles is ja, min of meer kleur gecoördineerd. He, dit past ook allemaal perfect bij elkaar. Maar ook alle effe kleuren zullen dus beschikbaar zijn, zodat je zelf je eigen ontwerp kunt samenstellen. Net zoals dat we dat nu doen met ons iron materiaal of ons vinyl. Nou, ik ga deze even aan de kant halen. Zo. En dit is het patroon wat ik uitgepakt heb. Ik heb deze er alvast uitgehaald. En je ziet, dit is op beeld veel fletser dan dat het is op die verpakking. En dan zul je denken: klopt dat wel? Gaat dat wel goed? Ja, dat klopt. Dit materiaal is, als je het uitpakt, inderdaad flets, mat. En komt qua kleur absoluut niet overeen met wat je op de buitenkant van de doos ziet. Dat hoort zo omdat je het zo meteen verhit hebt en verwerkt hebt op de juiste manier, zul je zien dat het exact gelijk hieraan wordt. Dus laat jezelf altijd leiden door de buitenkant van de doos. Maar zorg er ook voor dat je je materialen dus bewaart in deze doos. Want niet alleen is het zo dat in de doos het materiaal nog steeds lichtdicht verpakt blijft en daardoor gaat het simpelweg langer mee. Je houdt daardoor namelijk ook het overzicht. Kijk dat dit. Uh, materiaal. Dit patroon is. Dat kan ik er nog wel uithalen. Maar als ik hem open maak, even. Ik had hem dichtgeplakt in de tussentijd. Dan zit hier ook nog de effe kleur in. En je ziet het. Die effe kleur. Dat is deze groen. Nou, dat lijkt er echt in de verste verte niet op. En ik had nooit kunnen raden dat als ik deze rol los tegen zou komen, dat het deze kleur zou worden. Dus zorg ervoor dat je die dingen in die bijbehorende doos blijft bewaren. Zodat je altijd weet wat het gaat worden op het moment dat je het gaat verwerken. Nou, deze gaat weer aan de kant. En we kunnen aan de slag. Nou, wat heb ik nou nodig? Sowieso natuurlijk het materiaal. Hier ga ik zometeen dus dat vierkant uitsnijden wat in Design Space klaar staat. Ik heb hier het stuk papier wat ook uit de verpakking meekomt. Want dat moet ik erop gaan leggen. Ik gebruik mijn EasyPress mat en op mijn EasyPress mat heb ik een stuk wit kartstok liggen. Daarmee bescherm ik namelijk mijn mat. Het kan zijn dat er wat beetje residu van dit materiaal afkomt en dat trekt in de stof van je EasyPress mat. Dat is hartstikke leuk, maar dat wil je niet, dat is zonde. Dus bescherm je mat met een stuk kartstok. Daarnaast heb ik natuurlijk de coasters nodig, want ja, daar ga ik het op zetten. En die coasters die ga ik zometeen met een schaar even openknippen, die verpakking, en dan komen ze eruit. Ik ga er vandaag maar één verwerken en dan de rest doe ik op de achtergrond. En ik laat jullie het totaalproject uiteraard zien. Nou, ik ga nu eerst uh, mijn materiaal snijden. En om dat te kunnen doen, moet ik het natuurlijk even op de mat gaan plakken. Ik gebruik daarvoor gewoon een groene mat. Zo, dat maakt er lekker veel lawaai waarschijnlijk in de microfoon. Ik schuif dit even opzij. Dan ga ik dit verwerken. En je ziet het, ik heb hieruit al wat patroontjes gesneden. En ik gebruik mijn nagels om dit allemaal aan te duwen. Want daar zit geen vet op. Ik wil hier niet met mijn hand zo overheen wrijven. Want dan weet ik zeker dat ik vetvlekken krijg. Zo, en dan zit het, en uiteraard kan ik dit het beste nog even aanrollen met de Cricut Brayer. Dan weten we zeker dat alles goed plat ligt zonder dat er vetvlekken opkomen. Nou, in Design Space ga ik natuurlijk zorgen dat ik mijn vierkantje even op de juiste manier ga uitlijnen, zodat hij niet net in dit stuk gaat snijden of in dit stuk. En je moet er ook rekening mee houden, uh, het patroon wat erop staat, of je dat op een bepaalde manier wil aanbrengen. He, dus dat je het in de juiste richting snijdt. Nou, in dit geval, ik snij een vierkantje en het komt op een vierkante koos. Dus het maakt niks uit in welke richting ik ga snijden. Want het komt altijd op de juiste manier. Want ik kan hem gewoon draaien om en dat ik dat wil. Hij gaat de machine in, ik ga hem snijden. En dan ben ik zometeen weer bij je terug. Nou, daar zijn we. De machine heeft gesneden. En dit is het resultaat. We moeten hem nog wel even pellen. En waar we normaal gewend zijn om te pellen met een pijlhaak, waarmee we dan het restmateriaal weghalen, doen we dat bij Infusible Ink anders. Er zullen misschien hele kleine details zijn waar je je haakje wel bij nodig hebt, maar dit materiaal is niet te vergelijken met een Iron-On. Het is namelijk best wel dik en stevig. Er zit wel een plastic drager op de onderkant, maar Infusible Ink zelf is. Ja, het lijkt een beetje op een, op een dikkere uh, papiershort, op een 180 grams papiervel, zeg maar. Ik weet niet of dat goed te zien is in de camera. Maar het is in ieder geval geen dun, ja, flimzig flexibel materiaaltje. Dus om dit te pellen, gaan we dit min of meer breken. Dat is het makkelijkste namelijk van allemaal. Dus ik pak de randjes en die duw ik een beetje open... En dan hoor je ze ook een beetje. Hoor je dat? Een beetje barsten. En in dat geval, nadat ik dat gedaan heb aan alle vier de kanten. Kan ik op dat moment wel even mijn pijlhaak daartussen zetten in dat randje. Even een harde ondergrond. En het er even afwerken. En je hoort het ook, hè, dit is heel ander materiaal. En dit is dan het restafval. Nou, je ziet ook meteen, het zit gewoon op een drager geplakt net als uilen materiaal. Dus dat is super praktisch. Die kunnen we dus ook gewoon gebruiken om uit te lijnen, om iets neer te leggen of om het daar vervolgens aan vast te houden. Zodat je vingers niet op het materiaal hoeven te komen. Nou, wat we nu gaan doen is um, Easy Press mat. Daarop ligt dus mijn papier om mijn mat te beschermen. Daarop ligt die coaster. En daarop gaat het materiaal. Als ik dat er nu zo op neerleg en mijn pers erop zet, dan is de kans groot dat die gewoon scheef zit. Net zoals hier. Want je ziet hier de witte rand van de coaster. Dat is niet de bedoeling. Dus we gaan het vastplakken met tape. Ik ga hem even goed uitlijnen. Op de achtergrond hoor je mijn Easy Press al piepen. Dat die op temperatuur is. Want die had ik al ingesteld. Even laat ik je zo meteen zien. Ik lijn even de um, afbeelding goed uit. En dat doe ik even rechtop staand. Is dus voor jullie wat lastiger te zien, wellicht. Maar anders zie ik het namelijk niet goed. Zo. En dan pak ik daar een tapeje bij. En dit is niet gewoon plakband. Nee, dit is speciale thermotape. En thermotape. Cricket levert dit overigens ook gewoon uh, in rolletjes aan. Uh, kun je los aanschaffen. Thermotape smelt namelijk niet onder jouw Easy-Pers. Want dat doet normaal plakband wel. Dus gebruik ook alsjeblieft geen normaal plakband. Koop gewoon zo'n rolletje thermotape bij Cricut. Uh, dat kun je namelijk ook gewoon hergebruiken. Dat is geen enkel probleem. Ik gebruik in dit geval lange stukken tape. Maar dat is helemaal niet nodig hoor. Kleine stukjes is meer dan voldoende. En ik heb nu twee kanten vastgeplakt. En dat is uh, prima. Meer is ook niet nodig. Ik leg hem in dit geval op mijn mat neer. Zo. Ik zorg ervoor dat hij uitgelijnd is. Even troepjes eraf vegen. En daar overheen gaat het boodschapper wat meegeleverd is. Het maakt niet uit welke kant je daarbij boven of onder doet. Ik doe in dit geval de krullende kant zo eroverheen zodat hij niet omhoog komt te liggen en weer oprolt, maar dat hij dus mooi vlak blijft liggen. Nou, op de achtergrond hoorden jullie mijn Easy Press al piepen. En ik pak even mijn telefoon erbij. En op mijn telefoon open ik even de EasyPress Quick Start Guide. En ik hou hem even iets omhoog. Niet te schuin, want anders gaat hij te veel spiegelen. En op die guide heb ik de EasyPress 2 geselecteerd. Want die ga ik gebruiken vandaag. En vervolgens ga ik bij Transfermateriaal selecteren dat ik helemaal onderaan Infusible Ink Transfer Sheet gebruik. Als ondergrondmateriaal kan ik hier vervolgens ook de Infusible Ink Blanks kiezen. Dus dat zijn de ondergronden van Cricut. In dit geval gebruik ik de Square Coaster. Ik klik op Gereed, ik klik op Apply en zet ik even Celsius aan. En dan vertelt hij mij dat de um, pers op 195 graden Celsius moet op 40 seconden. En hieronder laat hij vervolgens ook zien hoe het materiaal gestapeld moet worden, mocht je uh, dat vergeten zijn. Nou, ik heb die persen op de achtergrond al even aangezet, zodat die op temperatuur zou zijn, en dat is die. En uh, we kunnen het dus gaan uh, gebruiken. Bij dit materiaal is het zo dat je geen druk uit hoeft te oefenen. Dus ik zet hem er even op. Ik zet hem stevig neer. Ik zet de timer aan en ik beweeg hem vervolgens niet. Ik oefen ook geen druk uit. Het enige wat ik doe is met één vinger de pers vasthouden. En dat doe ik om te voorkomen dat mijn snoer hier aan de achterkant de pers naar achter gaat trekken. Want ik wil geen beweging hebben hierop. Het proces, namelijk wat op dit moment plaatsvindt, is dat door de hitte van de pers gaan de vezels van die coaster, die onderzetter, er zit een speciale coating op, en die vezels gaan openstaan. De inkt die op het vel zit, die gaat door de hitte vergassen en die inkt trekt als een gas in die vezels. Daardoor zit het er ook echt gewoon helemaal in en gaat het er niet meer uit. Nou, hij heeft afgeteld, ik haal hem eraf en ik zet mijn pers aan de kant. Ik haal even het vel ervan af en dat doe ik aan de zijkant en ik laat deze nog even lekker liggen. Want jongens, dit is 195 graden geworden net. Dit is gloeiend heet. Verbrand hier je vingers niet aan. Dus ik laat hem heel even liggen terwijl ik mijn verhaal afmaak. Nou, dat inkt is in die vezels getrokken op die coating. En daardoor zit het er volledig in. Je kunt het gewoon afnemen met water, schoonwassen, et cetera. Dit materiaal gaat er niet uit omdat de onderkant van kerk is, zou ik hem niet in de vaatwasser doen, hè? want kerk kan daar niet zo heel goed tegen. Maar de bovenkant zou in theorie gewoon in de hete vaatwasser kunnen. Dus hoe meer je infusible inkt op een speciale stof daarvoor gebruikt hebt, een van de Cricut blanks of op de keramieke coaster, het kan gewoon de wasmachine in, het kan de droger in, het komt er niet uit. En dat is het mooie van dit materiaal. Het zit ergens echt in en het ligt er niet bovenop, zoals een iron-on materiaal dat doet. Ik weet inmiddels, want ik heb hier al een paar keer mee gewerkt... Um, hoe ik dit nu het makkelijkste kan doen. En dat is een beetje opereren. Ik heb in dit geval meerdere um, pincetten liggen. Ik moet heel even de tweede van deze ook erbij pakken. Zo, twee verschillende kleuren. Ideaal. En dan gaat operatie nu beginnen. En normaal gesproken... Als ik niet aan het filmen was geweest, had ik dit gewoon laten liggen. Ik ga in de tussentijd wat anders doen. Laat maar lekker afkoelen. Maar ik wil jullie nu graag laten zien hoe dit eruit komt te zien. Of hoe het eruit ziet. Dus ik pak hem vast en ik draai hem even om. Ik haal het tapeje los. Dit tapeje los. En ik raak dus nu niks aan met mijn vingers. Hè? Want, nogmaals, dit is gloeiend heet. Ik hou dit vast. Ik draai de coaster om. En hoppa! Kijk u eens hoe mooi. En kijk eens wat een resultaat. Dit is toch niet te vergelijken met het materiaal wat we er straks opgelegd hebben. Hoe ongelooflijk mat dat was. Ik pak die rol er nog even bij op de achtergrond. Kijk, zie jullie het verschil tussen de matheid die het leek en hoe het dan uiteindelijk wordt op het moment dat het product klaar is? Ik vind het echt fantastisch. En op het moment dat ik de verpakking erbij pak, dan zie je ook dat het echt realistisch is. Kijk, op een verpakking is het uiteraard altijd matter. Er zit nu een glans op, op van het materiaal. Dat kun je op een verpakking niet nabootsen. Maar het patroon en dergelijke is gewoon volledig hetzelfde. De kleur is ook echt realistisch. Ik leg die weer even aan de kant. Ik pak hem even op met mijn pincet. Ik hou hem even in beeld. zien jullie hoe ongelooflijk mooi dit is. Ik ben hier echt erg blij mee. Nou, en dit materiaal, of deze afdruk, zeg maar, zit er nu dus ook gewoon echt volledig in. Dit is er dus niet meer uit te krijgen. Dit is één. Er zitten vier coasters in een verpakking en je kunt die uiteraard alle vier hetzelfde maken. Je kunt er ook andere ontwerpen op maken. Je kunt er iets uitsnijden, et cetera. Ik heb nu een heel simpel vierkantje gebruikt. En in de komende projecten, de komende donderdagen van december, ga ik meer doen met Infusible Ink en zullen we die ook voorbij zien komen op coasters, ook op een t-shirt of een tas, et cetera. Mocht je nou nog verzoekjes hebben, laat het me vooral weten. Zet ze hieronder in de comments of stuur me een e-mail op mail.teddyb.nl. Dan kan ik kijken of ik dat van je kan verwerken in die komende weken in de filmpjes. Mocht je überhaupt vragen hebben, ook over andere cricketproducten of instellingen, hè, schroom niet, zet ze in de comments of stuur me een mail. Vergeet niet om jezelf te abonneren op mijn YouTube-kanaal, want op het moment dat ik de 500 abonnees heb gehaald, verloot ik vijf mooie cricketprijzen die ik naar jou toe ga sturen. Zorg ervoor dat je in de reacties achterlaat dat je geabonneerd bent en dan kan ik jou meelaten dingen naar die mooie prijzen. En uiteraard stop ik niet bij 500. Mijn doel is om nog binnen nu en een paar maanden naar de 1000 abonnees toe te gaan. Dus zorg ervoor dat je jezelf abonneert, want de komende maanden zullen er dus veel winacties voorbij gaan komen. Hé, hey, en daar wordt iedereen blij van, toch? Leuke dingen winnen. En het zijn allemaal mooie cricketproducten. Nou, ik hoop dat jullie dit een leuk filmpje vonden, deze eerste introductie van de Infusible Ink. Volgende week donderdag ga ik weer verder met een Infusible Ink project, maar in de tussentijd ben ik dinsdag eerst terug weer met een normale tutorial op de dinsdag zoals jullie van mij gewend zijn. Ik ga deze vriend lekker verder af laten koelen en dan zie ik jullie volgende week. Tot dan!